Hallo allemaal, ik ben Natasja en ik kon jullie vandaag nog even meedelen dat er op het YouTube kanaal van Amanda Elis, waar ik ook al over heb verteld, dat er vandaag een video is opgekomen over de overleden zanger George Michael. Zij geeft dan boodschappen van deze zanger door en ja, ik volg haar YouTube kanaal heel erg graag, omdat zij ook nog andere overleden sterren een stem geeft. Zoals prinses Diana. De overleden zanger van Queen. Ik moest even nadenken van wat zijn er wel een deel die doorkomen bij haar. En ik heb nu een van mijn favoriete liedjes van George Michael opgezet op de achtergrond, zoals dat jullie kunnen horen. Ik ben een heel grote fan van George Michael, dus ik ben ook heel erg blij dat Amanda Elis deze zanger weer een stem geeft en dat hij dan zijn mooie boodschappen kan doorgeven aan ons allemaal. Dus ik zou zeggen, ga zeker een kijkje nemen op het YouTube-kanaal van Amanda Elis. Zeker als je van muziek houdt en als je graag ook spirituele wijsheid en zo wilt horen, want zij maakt over heel veel spirituele onderwerpen ook video's, dus het is altijd heel erg interessant om eens een kijkje te gaan nemen natuurlijk. En ja, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond en heel erg veel liefst van mij.